Het ministerie van Volksgezondheid heeft vandaag een multilevel stakeholders meeting georganiseerd ter bespreking van de institutionalisering van het Hartshypertensie-initiatief in de eerste lijn zorg van het land. Wij brengen u het toespraakmoment van de minister van Volksgezondheid, minister Amar Ramadien. Nou, dames en heren, in het licht van de huidige last van niet-overdraagbare ziekten, ook wel de non-communicable diseases, in het Caribisch gebied, regio, maar ook in Suriname, is het uiteraard van cruciaal belang om toekomstige epidemieën te erkennen die deze aandoeningen met zich meebrengen. Zonder proactief handelen zullen we een NCD-epidemie niet kunnen uitsluiten en eigenlijk alleen maar in de hand werken en verder verergeren. Met ernstige gevolgen voor de gezondheid van onze bevolking en ook de duurzaamheid, bekostiging van onze gezondheidszorgstelsel. Een van de voornaamste toekomstige dreigingen van NCD's is de toenemende ziektelast en sterfte. Als de prevalentie van aandoeningen zoals diabetes, hypertensie en obesitas blijft stijgen, zullen wij een toename zien van gevallen van hart- en vaatziekten, beroertes, nierziekten en uiteraard andere complicaties. Dit zal niet alleen leiden tot een hogere sterfte, maar ook tot een verminderde levenskwaliteit en productiviteit van onze bevolking. En ik hoorde net cijfers en Miss Adriana, just to inform you, the amount of direct medical cost has already projected for 2024 to be around 1 billion SRD. So 1 miljard SRD is al geprojecteerd voor 2024, directe en indirecte medische kosten als het gaat om het behandelen van de complicaties dan wel de ziekte zelf. Om je maar een voorbeeld te geven, en dit haal ik overal aan, we hebben 800 personen ongeveer in Suriname die op dit moment hemodialyse ondergaan als gevolg van eindstadium nierfalen. Dat is 0,12% van de bevolking. Maar we geven op dit moment al uit met de recent aangepaste kostprijs voor dialysebehandelingen, geven we nu al dicht tegen de 300 miljoen SRD uit. Dus 300 miljoen SRD uitgaande van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, de laatste ongeveer 3,5 miljard. We praten over pakweg 8-10% van de landelijke begroting voor volksgezondheid, die gaat naar een doelgroep van 0,12%. Zie daar al de onevenredigheid, maar ook de exponentiële toename van uitgaven die niet geprojecteerd waren misschien 4-5 jaar terug. En als je die opmars van het nierfalen niet steunt, of als die trend zich voortzet, dan kunt u verwachten, oké, wij zien bij een stabiele economie misschien minder snel, maar we weten hoe die fluctuatie is geweest de afgelopen 2-3 jaren. Dan mag u verwachten dat die dialysekosten met de toename van de populatie, nierdialysepatiënten, volgend jaar al bij de 600 miljoen SRD zal zijn. Dus het is met kunst en vliegerwerk dat de behandelaren de personen zo lang mogelijk in die pre-dialysefase proberen te houden, maar ze komen er niet onderuit om de persoon uiteindelijk een nierfunctievervangende behandeling te laten ondergaan. En als we praten over niertransplantaties, want uiteraard hebben we die ook gedaan, 3 missies met 19 patiënten, maar is er nog heel veel werk aan de winkel om inderdaad die benefit van die niertransplantatie ook te gaan zien. Dus, wetende dat nierfalen voor het overgrote deel wordt veroorzaakt door risicofactoren zoals suikerziekte, hoge bloeddruk en uiteraard andere ziekten, chronische ziekten, dan is het tijd om inderdaad een interventie te plegen. En in het Hartsinitiatief komt eigenlijk het probleem, de probleemstelling van het vraagstuk van NCD goed tot zijn recht als je kijkt naar de antwoorden die je nodig hebt. Hoe moet ik dit probleem gaan aanpakken?